Hey, hallo jij daar. En welkom terug. Wij zijn ook weer terug. 2 maanden geleden waren wij voor het laatst actief hier op YouTube. En nu zijn we er gewoon weer. Nou ja, 2 maanden geleden, om precies te zijn, was het 1 november... Ik zal het even laten zien. Het was de laatste video van onze Halloween Horror Week. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt. Zo niet. Kijk het even terug. Het zijn best wel leuke video's. We hebben als goed is ook een paar dingen live gestreamd. Zeker de moeite waard. Maar we zijn inderdaad weer terug. We zijn terug met nieuwe video's. Met nieuwe streams natuurlijk. En misschien met 2 nieuwe. Eigenlijk 3. Maar met 2 nieuwe series. Eentje ga ik vast verklappen. Dat wordt Planet Zoo. Planet Zoo vind ik echt een tof spel. Ik ben al eens een keer begonnen met een eigenlijk... Ja, was maar 1 aflevering. Maar ben ik begonnen met een serie. Die ga ik natuurlijk gewoon verwijderen. We gaan helemaal vanaf het begin. Ik probeer elke week een video online te gooien. Misschien kunnen we tussendoor een keertje livestreamen. Zou helemaal geweldig zijn. De tweede serie die laat ik eventjes geheim. Misschien wel leuk. Anders is alles al verklapt natuurlijk in deze video. Ook zal er in het begin van de maand, waarschijnlijk de eerste week van de maand... een video online komen. En dit is dan een video over games. Het gaat over het nieuws. Dus komen er nieuwe games aan? Of gaat er misschien wat veranderen op de PlayStation of op de Xbox? Komen er misschien nieuwe games op de PC? Nintendo Switch, alles komt voorbij. We gaan ook even kijken wat de afgelopen maand is gebeurd. Misschien zijn er wel nieuwe games gekomen die ik eigenlijk helemaal niet heb vermeld, maar wel echt heel populair zijn. Kijk, zoals bijvoorbeeld Fall Guys. Niemand had dat ooit verwacht dat dat zo populair zou worden. Ook Among Us natuurlijk. En het is gewoon leuk om dan gewoon eventjes een klein praatje. Het zal een korte video worden. Maar gewoon even iets nieuws weer op je kanaal. Mocht jij misschien iets missen op het kanaal. Of gewoon helemaal überhaupt op YouTube. Laat het even weten. Dan kan ik daar misschien een leuke video van maken. Of een kleine serie. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën. Laat het dan wel even in de comments weten. En als je dan toch bezig bent op mijn kanaal. Vergeet dan even niet te abonneren. En doe op deze video gelijk even dat duimpje omhoog. Weet je, dan zijn we daar ook gelijk vanaf. Verder heb ik nog veel meer ideeën. Ik heb misschien ook het idee om een team te vormen. Gewoon met een aantal YouTubers. Beetje hetzelfde abonnees als wat ik heb. Hoeft niet zo heel groot te zijn natuurlijk. Maar gewoon om elkaar een beetje te helpen hier met de moeilijke dagen. Hier en daar elkaar een beetje promoten. Elkaar helpen in video's. Misschien samen een stream doen. Laat me weten of je dat leuk vindt. Ik ga dat allemaal aankondigen op mijn Instagram account. Vergeet dat ook niet te volgen. Mijn Instagram account is ook gewoon Kasteelgames. Gewoon eigenlijk zoals het kanaal. Het is niet dat ik al volop bezig ben om een team te vormen hoor. Het is gewoon eigenlijk meer een ideetje. Kijken of mensen het leuk vinden. Of er mensen zijn die het ook echt willen. Nou ja, verder heb ik eigenlijk niet veel te melden. Yo, we zijn gewoon weer terug. En dan zijn we nu aangekomen bij het einde van de video. Het was een korte video, maar gewoon even een korte uitleg van wat er allemaal gaat gebeuren. Ik wil nogmaals bedanken en vergeet niet te abonneren natuurlijk. Duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende video. Groetjes.